Het is soms moeilijk om luchtig contact te houden rondom zoiets heftigs als kanker. Ook kan het lastig zijn om je omgeving te laten weten waar ze je juist wel of niet mee helpen. Met de gratis AYA Match app houd je zelf grip op contact met je omgeving. Zodra je de app hebt gedownload, kan je je naasten uitnodigen. Kies welke vrienden en familieleden je graag wilt betrekken. Alles wat jullie in de app delen is natuurlijk afgeschermd voor de buitenwereld. Bij je profiel kan je updates geven. Bijvoorbeeld dat je gestart bent met chemotherapie. Zo is iedereen in één keer op de hoogte. Om aan je naasten te laten zien waar je behoefte aan hebt, kan je in de app allerlei stellingen beantwoorden. Bijvoorbeeld, als ik nergens zin in heb, vind ik het fijn als je me op sleeptouw neemt. Je kan aangeven of je het eens bent met de stelling, oneens of passen. Zo kan iedereen zien waar je wel of juist geen behoefte aan hebt, zonder dat je het steeds opnieuw hoeft te vertellen. Daarnaast is de app een matchmaker voor het doen van activiteiten of het vragen van hulp. De app legt jou en je omgeving wekelijks een aantal activiteiten voor. Om samen op pad te gaan, gewoon thuis af te spreken of iets voor elkaar te betekenen. Hierbij geeft iedereen steeds aan waar hij of zij die week zin en tijd voor heeft. Jij en je naasten kunnen zelf ook activiteiten of hulpvragen toevoegen. Wanneer jullie zin hebben in dezelfde activiteit, kan je hier een match van maken. Jouw naaste krijgt dan een berichtje dat jullie hetzelfde willen gaan ondernemen. Zie je een activiteit met iemand niet zo zitten? Geen probleem. Pas wanneer jij er een definitieve match van maakt, krijgt jouw naaste een melding. Dus geen ongemakkelijke afwijzingen. Met de ingebouwde chatfunctie kan je vervolgens meteen met elkaar afspreken. AYA Match, de sociale app waarmee je op een laagdrempelige manier contact houdt met vrienden en familie. De app is te downloaden op je mobiel of tablet. AYA Match is een initiatief van het Nationaal AYA Jong en Kanker Platform en ontwikkeld door IJsfontein.